Wethouder Vincent Tuyp, wat heb je in je hand? Ik heb een bordje in mijn hand met daarop de tekst: een goed gesprek begint met iemand echt zien. En dat is voor ons als gemeente Edam-Volendam ook gelijk de start van de campagne van 113. Om zoveel mogelijk zelfmoorddodingen tegen te gaan. Ook als mensen met suïcidale gedachten lopen, depressief zijn. Ja, dan kan een goed gesprek met iemand in ieder geval al een stukje helpen om vooruit te komen. En dat begint ook met iemand echt daadwerkelijk zien. We hebben denk ik heel veel bankjes ook in deze gemeente staan. En de bedoeling is ook dat we op heel veel bankjes door deze gemeente, waar mensen ook eventjes echt kunnen zitten, hè, dus er ook even echt bij stilstaan, een gesprek kunnen voeren met iemand. Dat is de bedoeling om in ieder geval veel aandacht hier aan te geven de komende tijd. Omdat het vaak nog in een soort verdomhoekje zit. En daar willen we het eigenlijk uithalen. Is het nodig in de gemeente? Het is zeker nodig. Ik heb toevallig net nog de cijfers gezien. Dat is onder de jeugd. Dan eventjes los van het aantal zelfdodingen. Want dat zijn er elke zelfdoding is er één te veel. Maar bij jeugd zien we dat in 2019 het percentage die suïcidale gedachte had, dat was 9%. En in 21 was dat 19%. Dus dat is een stijging van 10%. Corona? Daar zit zeker corona bij. Ik hou ook mijn hart vast met in de situatie waarin we nu verkeren. Hè, want we zien allemaal dat de energielasten natuurlijk enorm gaan stijgen. De inflatie loopt op. Dat neemt allemaal zorgen met zich mee bij heel veel mensen. En daar moeten we echt waakzaam in zijn. Dan staat op zo'n bordje ook een QR-code, zag ik. Als we die scannen, wat gebeurt er dan? Dan kom je op de site van Ik zie je, 113. Dat is van de stichting 113. En daar staan allerlei hulpmiddelen en tools en filmpjes. Dit is absoluut nodig. En vooral, ik denk ook met de komende tijd, elkaar in de gaten houden. Zeker. Het is heel hard nodig in heel de wereld, zeg maar. Hè. Afgelopen zaterdag was ook Wereldsuïcidepreventiedag. Dat gele lintje, zelfs Maxima draagde natuurlijk het lintje. En wij zien dat er heel veel toename is in zelfmoord. Het is 5 gevallen per dag in Nederland. 400.000 Nederlanders denken wel eens aan zelfmoord. Gewone Nederlanders, zoals jij en ik. Elke dag doen 250 mensen een poging om zichzelf te doden. Gewone Nederlanders, zoals jij en ik. En elke dag gaan er 5 mensen dood door zelfmoord. Gewone Nederlanders, zoals jij en ik. Nou, en wij streven er dus naar dat niemand radeloos en eenzaam hoeft te sterven. En dat is eigenlijk het streven van de 113 zelfmoordpreventie. Want elke zelfmoordpoging die kan voorkomen worden als je maar op de juiste manier geholpen wordt. Nou, bent u zelf al een Damse, hè? Hoe bent u bij de stichting terechtgekomen? Nou, de stichting is de afgelopen jaar heel erg gegroeid. En ik had daar iemand werken, een collega van mij, en die zei: joh, wil je alsjeblieft komen helpen, want wij zijn zo uit de kluiten gegroeid. Dus vandaar ben ik nu 2 jaar werkzaam bij deze stichting. En het is een heel interessante stichting. Ik ben heel blij dat ik mijn steentje kan bijdragen. En ook gewoon samen het gesprek aan te gaan, want dat is waar het om draait. Je moet durven vragen, je moet mensen aanspreken. En niet alleen hoe gaat het met je, nee, hoe gaat het echt met je? Dat is een belangrijke vraag. En daarom ben ik heel blij dat gemeente Edam-Volendam nu instapt bij de stichting 113. Wij proberen dus samen, want je kan niet alleen, je moet samen suïcidepreventie aangaan. En dat doe je met gemeente, GGZ en de personen op zich. Dus zit jij op een bankje en je denkt: goh, wie zit er naast me? Durf het gesprek aan te gaan. En ook kijk om je heen, wie heeft er wat hulp nodig en ga het gesprek aan. Op een bankje zit je even stil. Zie hoe het echt met iemand gaat. Want een goed gesprek begint met iemand echt zien. Durf te vragen als je het vermoeden hebt dat iemand denkt aan zelfdoding. Leer hoe je dat gesprek voert op ikzieje.nl. Hoe moeilijk is dat om te signaleren? Want ik kan me voorstellen dat mensen misschien wel een idee hebben van: nou, ik zou misschien eens aan... of ik weet misschien wel iemand waarvan ik denk van: nou, zou het wel goed gaan. Maar hoe stap je op iemand af? Hoe doe je dat? Nou, dat is dus, dat lijkt heel moeilijk, maar wij als mensen kunnen het gewoon eigenlijk allemaal. Dat is de juiste vraag stellen op het juiste moment. En daarvoor hebben wij bij de Stichting 113 op internet, hebben wij allemaal
tools daarvoor. Hè? Dat is de vraagmaattraining. Je kan gratis online kan je een training doen. En dan kan je kijken welke juiste vragen jij kan stellen aan de persoon. Om echt door te vragen. Want dat is eigenlijk ook het, ja, dat is het moeilijke van. De vraag achter de vraag. Hè? De vraag achter de vraag. Dus eigenlijk is het toverwoord bespreekbaar maken. Alles bespreekbaar maken. Ja, alles bespreekbaar maken. Gewoon erover praten. En ook de naam noemen van diegene die is overleden. De nabestaanden hebben er natuurlijk moeite mee om erover te praten. Maar dat is juist aan ons allemaal. Van joh, maak het bespreekbaar. Vooraf ook al, hè? Vooraf zeker, als je met de problemen zit. Maar na, als het eenmaal gebeurd is, hou het ook bespreekbaar. Het is gewoon gebeurd en je moet ermee verder. Ik ben Unzen Akjol en ik zit vandaag op een bankje met Ronald Gippard, Lakshmi, Glenn Helder en Dani. Op een bankje als dit neem ik de tijd om hen echt te zien. We gaan praten over een onderwerp dat niet makkelijk is. Volg de gesprekken op ikzieje.nl.